grote boosdoener van toetsenbordproblemen is vuil. Vaak zit er toch nog wat stof of etensresten tussen je toetsen. Houd je laptop eens ondersteboven en schud er flink op los. Het zal je verbazen hoeveel vuil eruit komt. Als een specifieke toets niet goed werkt, pak je een klein mesje of een platte schroevendraaier en haal je de toets er voorzichtig uit. Kijk wel uit dat je de toets niet beschadigt. Zodra de toets eruit is, kan je met een doekje langs de onderkant van de toets gaan. Wat je ook altijd kan proberen, is het opnieuw opstarten van de laptop. Werkt je muis of trackpad ook niet goed, waardoor je de laptop niet op de normale manier uit kan zetten? Houd dan de aan- en uitknop ongeveer 10 seconden ingedrukt. Bieden deze fysieke methodes geen oplossing, dan gaan we het softwarematig oplossen. De kans is groot dat er iets niet in orde is met de keyboarddriver, ook wel het stuurprogramma van je toetsenbord. Het beste is om via de Device Manager de keyboards te deinstalleren en vervolgens de laptop opnieuw op te starten. Hierna downloadt de laptop de drivers weer automatisch en zou het toetsenbord weer naar behoren moeten werken.